pakjes wat vertellen. Het is gewoon gezond. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag donderdag en Jola die is al weggebracht door Bart. Dus ik ga lekker aan het werk. Ik ben eigenlijk al een tijdje aan het werk. Want het is nu 9 uur, maar ik ben super vroeg begonnen. Omdat ik heel veel moet editen. Ik heb weer de hele week niks geëdit. En daarom moet ik nu heel veel inhalen. Echt typisch mijn manier van werken is dat hoor. Dat is gewoon heel veel dagen niks doen. En dan in één dag alles doen. Dat deed ik vroeger eigenlijk ook altijd al op school. Lang leven de Montessori. Maar goed, dus dat. Ik ga even een shakey maken. Nou ja, die had ik ook al klaargemaakt gisteren. Want we hadden gisteren kersen gekocht. En die waren super lekker. Dus ik heb daar een shake mee gemaakt met yoghurt en zo. Er is ook nog andere bevroren fruit in. Dus nou, ik ga nog wat havermout bij doen. En dan ga ik die even naar mij en Bart brengen. En verder zullen we nog wel even zien wat deze dag nog meer zal brengen. Kijk, ik was dus gisteren in Twiske. Het was gisteren ineens 27 graden. Klabam, daar was die dan. En toen besloot ik een heel kort broekje aan te doen. En toen heb ik mezelf dus ook gefilmd. Dat is het leuke van vloggen. En dan zie je later op het beelden in je lichaam terug van de achterkant. En dan zie je echt van die kwebbes, kwabbes, benen. Dat je denkt van, even serieus. Sport jij 5 keer in de week? Dus het is wel duidelijk dat ik er niks aan ga doen. Nee, niks aan kan doen eigenlijk ook niet. Want ik train al 5 keer in de week. Ik ben niet van plan dat meer te gaan doen dan dat ik nu doe. En qua voeding, ja, ik eet hier en daar wel eens iets. En de laatste tijd ben ik wel veel minder aan het opletten dan normaal. Maar dat doe ik bewust. En ik heb ook geen zin om dat extreem aan te passen. Dus ik zou me moeten aanpassen aan het lichaam wat ik nu heb. Maar ik zal je even laten zien wat ik dan bedoel. Als ik aankom, dan is dat dus meteen hier. Zo, en dan blijf je dus die broek ophijsen. En dan elke keer zakt dit er weer een soort van overheen. Maar, zal ik je wat vertellen? Het is gewoon gezond. Want dat zijn nou die reservetjes. Alleen het irritante is, bij de ene zit het daar, bij de ander zit het daar, bij de ander zit het hier. We cannot choose it. Dus, we have to accept it. Yes. En dan maar een beetje minder strakke benen op het wisken. Ja. So be it. Ik zal het moeten accepteren. Misschien komt het omdat ik Bart al veroverd heb. Dat ik er makkelijker over denk. Maar dat wilde ik gewoon even delen met jullie. Zo, nou ik ben lekker aan het editen. En ik kreeg net een berichtje dat ik mijn eerste item via United Wardrobe heb verkocht. En dus, dat vind ik super leuk. Ik ga tussendoor ook heel vaak kijken. Ik zit heel vaak naar andermans kleding te kijken. En misschien dat ik dit nog wel leuker vind dan gewoon shoppen. Omdat je dus ook kleding kunt ruilen met elkaar. En dat vind ik echt super leuk. Dus heb je nog geen account, maak een accountje aan op United Wardrobe. En volg mij ook even, want ik ben steeds meer kleding erop aan het zetten. En dan kun je mij volgen en dan kunnen we misschien ook kleding met elkaar ruilen. Oké, ik ben even heel erg aan het haasten. Want ik ben de pakketjes even snel naar het postkantoor aan het brengen. En wat is de tijd snel gegaan vandaag zeg. Maar ik heb wel heel veel geëdit. Dat is wel heel fijn. Oh, mag er langs. Zo, Jola die gaat weer even boodschappen doen voor zichzelf. Over een kwartiertje weer terug? Nee, de winkel gaat nog niet sluiten. Oké, dit doe ik. Heb je het briefje ook? Het briefje heb ik in mijn jas. Oké, schat. Je hoeft niet zelf open te doen, ik heb hem aangesloten. Oké. Ik ben maar heel kort weggegaan, man. Oké. Eén ding weet je, nooit mensen meegaan. Oké, tot zo'n grote meid van me. Ik hou de tijd in de gaten hoor, anders ga ik je zoeken. Ja? Ja, maar ik ben echt maar heel kort. Oké. Ja, zie je die staartjes goed? Ja. Zet hem op, tot zo. Tot zo. Niet dat ik hier tijd voor heb hoor, maar... Ik ook niet. Ik moet heel even naast Bart liggen, verplicht van hem. Even genieten. Mm-hmm. Van jou. Nou, ik merk het. Zo doe het voor de camera hoor. Ja, film je nogal. Soms kan je zo'n zin hebben om eten te maken en het leuk vinden. En soms kan je zo geen zin hebben om eten te maken en zo'n hekel aan hebben. Ik heb geen zin om eten te maken. Geen zin om naar yoga te gaan.
En het komt allemaal omdat jij weer over films begint en bed liggen begint en chillen begint. Ik doe wel een beetje quinoa in mijn broodje ook snel voorbij. Ik vind quinoa met komkommer echt de allerlekkerste combinatie. Ja, ja. Super lekker fris is het. Nou, het is gelukt. Ik heb mijn 6e filmpje zojuist afgeëdit. Ja, dat is nog eens een voordeel. En ik heb lekker gegeten en ik ga nu naar yoga. Mijn yogajuf heet Yolanda. En zonder Yolanda was ik geen yoga-fan geworden. Ja, ze doet het ook wel goed, vind ik hoor. Ja, zelfs Bart heeft wel eens met mij een yoga-les gegeven. Ja, Bart? Twee keer. Wel eens. Drie keer. Drie keer. En Joris één keer. Maar het is ook niet echt yoga wat ik doe. Het is meer. Het is eigenlijk een soort combinatie van tai chi, yoga. Beetje krachtoefeningen. Ik vind het echt heel erg leuk, die combinatie. Beetje power yoga? Ja. Ja, maar power yoga heb ik ook wel eens gedaan. En dat is toch wel echt wel alleen gewoon yoga ding. Maar dan power. Of zo. Ik heb echt heel veel verschillende soorten yoga uitgeprobeerd. Yoga is gewoon heel afhankelijk van de leraar of lerares. Heel afhankelijk. En daarom blijf ik voor eeuwig en altijd hier yoga houden. Oh, schatje, welke film gaan we kijken? Er was toch eentje die was heel romantisch en voor vrouwen en zo. Dat wijntje, dat ziet er ook wel lekker uit. Zeg help yourself, dan zet ik de film aan.